Je zegt dat deze hele samenleving, laten we even flink door de bocht gaan, een borderline samenleving is geworden. Wel, kijk, ik geef veel lezingen voor een groot publiek. En ik gaf onder andere veel lezingen over het psychiatrische beeld borderline. En er kwamen veel vragen uit het publiek. En naarmate ik meer lezingen gaf, kwam ik tot de constatatie dat er geen verschil was tussen wat de mensen uit het publiek vertelden, de niet-patiënten, de zogenaamde normalen, de weldenkenden, zij die, zoals wij hier ook, het goed stellen, en de mensen die ik zie in het ziekenhuis. Er is geen wezenlijk verschil. Het gaat dikwijls over een kleine tegenslag die maken dat iemand in de psychiatrie terechtkomt. Maar er is wezenlijk geen verschil tussen de normalen en de niet-normalen. Dat was het uitgangspunt. Het is eigenlijk gegroeid vanuit het publiek zelf, die mij vragen stelden en zeggen, maar ik heb dat ook. Wat voor vragen kreeg je dan? Bijvoorbeeld, een van de criteria is relationele instabiliteit. En ik maar uitleggen dat deze patiënten het moeilijk hebben in relaties. Nu, ik kan wel begrijpen dat in het publiek mensen zeggen, maar wij hebben dat toch ook. En zo ging het met alle criteria. Identiteitsproblemen, affectlabiliteit. Geef eens een voorbeeld van een identiteitsprobleem waarmee je dan geconfronteerd wordt. Wie ben ik? Wat doe ik in dit leven? Wat is nodig voor een goed leven? Waar onze identiteit 2 generaties geleden ons heel erg gegeven was door onze afkomst. Waar wij geboren werden in een dorp en van onze ouders een stuk afkomst meekregen, is onze identiteit nu een eigen verdienste geworden. Wij maken ons leven. En dat lijkt heel vrij en fantastisch te zijn, maar we verliezen ons in keuzes en we weten het niet meer. Daar komt dat op neer. Je werkt ook in een ziekenhuis, hè? Want dat zei je net al. Zeker, in een psychiatrisch ziekenhuis. Een psychiatrisch ziekenhuis. Ja. Met welke klachten, ik weet niet of het woord klachten eigenlijk goed is, hoor, ik denk het wel, komen je patiënten naar je toe? Het woord klachten is niet zo gepast. Ik denk, stoornissen. Wat we het meeste zien is eigenlijk onvoorspelbaarheid en impulsiviteit. Wat ook de eigenschap is van onze maatschappij. Waarom is het woord klachten niet goed? Omdat heel veel mensen komen niet met een klacht. Nee. Dat is ook een van die problemen in de psychiatrie vandaag. Men wordt verwezen omdat er over u geklaagd wordt. Ja, daarom zeg ik het ook. Ja. Ja. Er wordt over, ja, maar ja, leg eens men uit. Wordt ook heel dikwijls gedwongen opgenomen omdat er allerlei dingen mislopen. Maar er is een probleem. Er bestaan geen neurosen meer, zeg ik dan ook soms. Waar mensen vroeger last hadden van het leven en daarmee naar de dokter gingen, heeft men nu last van zijn buurman. En men verwijst hem naar de dokter. Is dat zo? Onze samenleving wordt heel weinig tolerant. Wat raar is, omdat wij de tolerantie zo prediken. Wij doen, en de Nederlanders zijn er nog beter in dan de Belgen, alsof we ongelooflijk tolerant zijn. En dat blijkt niet zo te zijn. Alles wat een beetje afwijkt van de morele norm die we stellen, wordt gepsychiatriseerd. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wordt een diagnose. Wel, dat begint van heel kleine kinderen die een beetje druk zijn, of een beetje stil zijn, of een beetje creatief zijn. Zij krijgen dan een lieve juf bij hen die een spelletje speelt en met de beste bedoelingen hen bejegent met een afkorting. ADD, NLD enzovoort. Wat is NLD? Dat heeft het bedenkt. Je bedenkt het nu. Ik bedenk het nu, ja. Maar ADD bestaat in elk geval. Er bestaan zeer vele afkortingen die de norm eigenlijk bepalen. Men moet braaf goed luisteren en goed studeren. En al wat daar een beetje naast valt, wordt gepsychiatriseerd. Onze tolerante samenleving versmalt eigenlijk zijn normaliteit. Op den duur gaat er niks meer overschieten. Er blijft geen normaal mens. We gaan een soort van zelfhulpgroep moeten maken voor de mensen die geen diagnose hebben. Ja, ik lach erom, maar ja, wat moet ik anders? Ik bedoel, letterlijk zo, het is een beetje lapidair, maar het is ook zo dat er meer en meer psychiatrische diagnostiek komt. De nieuwe klassificatie heeft zoveel meer nummers, wederom. En wij komen naar meer en meer diagnoses. De borderline-diagnose zelf is mij verteld door een collega, hoogleraar, zou 13,8% van de bevolking bestrijken. 13,8. Dat is massief. 13,8% van de bevolking. Ik ga je zo even een definitie vragen daarvan. Maar eerst even dit. Oké, er zijn nu heel veel mensen, ouders, die bijvoorbeeld zitten te kijken en denken, ja, wacht eens even, dat zegt die psychiater nu wel, ADHD, ADD, maar dat heeft mijn kind ook.
En wat denkt die man wel niet? Ik wil daar zeer genuanceerd in zijn. Uiteraard is het goed dat er goede hulpverlening is voor kinderen die het lastig hebben. Dat is nogal evident. En dat die diagnoses daar soms voor kunnen helpen, zal ook wel zo zijn. Maar de diagnoses breiden uit. Ja. De ADHD-diagnose is uitgebreid als een olievlek. Met ook het gevolg dat het gebruik van medicatie, van amfetamines, ook uitbreidt als een olievlek. Het gaat niet alleen meer tot een kleine kern van mensen die een wezenlijk probleem ook hebben, zoals dat in de psychiatrie eigenlijk wordt beschreven, maar het gaat over een uitbreidende groep van mensen die problematisch genoemd worden en die ook medicamenteus behandeld worden. En daar zit dan wel een probleem. En dat gaat niet alleen over ADHD, dat gaat, ook over, een heel spectrum. Over het hele spectrum van diagnostiek. Ook bijvoorbeeld rouwverwerking. Men mag niet lang en ernstig meer triest zijn als iemand overlijdt, want het wordt psychiatrie. En het lastige is dat het gaat over de beste bedoelingen. Die diagnostiek dient om goede hulp te bieden. Maar op een metaniveau, op een ander niveau, werkt het contraproductief. Iedereen wordt patiënt. En dus de samenleving lijkt een speedboot te zijn die steeds sneller vooruit gaat, omdat de economische druk daar is. En wat men niet ziet, is dat er steeds meer mensen uit de boot vallen. Ja. Letterlijk. Die dan door de psychiatrische reddingsboten worden opgevangen. En meer mensen in de reddingsboot. En die psychiaters die roeien maar met korte riempjes. En dan zegt men van, hoe komt het toch dat jullie deze mensen niet onmiddellijk terug in die speedboot krijgen? Maar onze riempjes zijn zo kort en de speedboot gaat altijd sneller. Wat zegt de overheid dan? Die boten, die reddingsboten raken te vol. Het is te veel in de reddingsboten. Wij zullen nu zwemvesten leveren en voedselpakketten. Want het wordt te duur, het wordt te veel. En men bedenkt zich niet dat de vele mensen in de reddingsboten ook te maken heeft met de snelheid van de speedboot. Dus de efficiënte, meritocratische maatschappij creëert eigenlijk psychiatrie. En een veelheid aan psychiatrie waar men dan geen weg meer mee weet. Dan zegt men, het is zoveel. Zoveel miserie, zoveel psychiatrie. En dan wijst men naar de psychiater die zegt van, ja, kijk, jullie kunnen dat niet oplossen. En ik wijs naar de wereld terug en ik zeg van, laat ons toch eens kijken van waar het komt. Wat voor wereld zitten we? Het citroenpersmodel maakt dat mensen niet meer kunnen volgen, dat ze te veel hebben, dat het niet meer gaat. En dat de psychiaters dat niet allemaal onmiddellijk kunnen oplossen in een wereld die veel te snel gaat, is nogal evident. Ik was een heel druk mannetje. En ik, op de lagere school liep ik vaker buiten dan dat ik de lessen volgde. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ik was van dezelfde soort. Ja? Ja. Wat deed jij? Ook zeer onrustig. Ik las en nog altijd 5 boeken tegelijk, bijvoorbeeld. Wat niet efficiënt zou zijn. Maar ook problemen met luisteren af en toe? Een beetje wel, ja. Beetje, ja. Ja. Pilletjes voor gehad? Nee, dat bestond nog niet. Ik ook niet? Nee. Wat is er dan op welk moment precies fout gegaan? Dat is geen precies moment, maar nee. Er is toch een medicalisering gekomen van alles wat een beetje afwijkt van de norm. Ik denk dat dat in de jaren 90 zo tot stand gekomen is en dat dat nog altijd toeneemt. Ja? En nogmaals, ik ben niet tegen het medisch labelen van sommige dingen. Ik ben ook niet tegen het gebruik van medicatie. Als psychiater geef ik vaak medicatie aan mensen die dat erg nodig hebben. Maar het gebruik van medicatie loopt erg uit de hand. Het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen in onze samenleving is reusachtig. Waar zijn we mee bezig? Als, laten we zeggen, tientallen procenten van de bevolking slaap- en kalmeermiddelen nodig heeft om te functioneren in een oververhit proces. Ik wil daar op zijn minst op wijzen. Ja, dat is een lastige boodschap natuurlijk van een samenleving die dan soms over mij zegt van ik denk dat hij te veel naar zijn patiënten luistert. Wat een mooi compliment is voor een psychiater. Maar dat krijg je als verwijt? Dat krijg ik als verwijt. Zeg van, je moet eens wel luisteren naar de mensen die het goed stellen. Dat is, alles is toch fantastisch? Kijk eens hoe we zwelgen in ons geluk. Kijk eens hoe prachtig we het hebben. En dan zeg ik, ja, maar kijk eens naar de statistieken van psychiatrische afwijkingen. Naar de statistieken van werkonbekwaamheid om psychische redenen. Er blijkt toch een probleem te zijn. Maar deze samenleving heeft blijkbaar een psychiatrische ziekte waarbij geen ziekteinzicht een van de symptomen is. Geen? Geen ziekteinzicht.
Ze beseft het niet, de samenleving. Ze zegt het gaat goed. En de problemen van de samenleving, zoals de economische crisis, worden aangepakt met meer van hetzelfde. Meer produceren, ja, harder werken, straffer, flexibelere uren, enzovoort, enzovoort. Je zou dus eigenlijk... Kijk, het is wel grappig. Ilja Leonard Pfeiffer die had het net over op zijn fiets stappen in Genua komen. Mooi. Juist. Het is mooi ook om je geluk na te jagen. Geen kwaad woord daarover. Maar geluk is natuurlijk ook een heel riskant iets. En tegenwoordig zitten we met mensen die allemaal... We moeten altijd voortdurend gelukkig zijn. Ja, ik pleit voor een klein beetje ongelukkig te zijn. Ongelukkig zijn. Ja, dat lijkt mij een goede levenshouding. Hoe gaan we dat de anderen bijbrengen? Dat je dat weer als concept in je hoofd krijgt? Ik denk het ongebreideld en obsessioneel gaan streven naar geluk maakt ongelukkig. En wat erger is, het maakt psychiatrie. Het maakt mensen depressief. In de westerse wereld, waar het geluk zo hoog, de geluksscores hoog zijn, 7,9 in onze contrijen. Dat is echt gemeten, 7,9. Dat is zo gemeten, hoe men dat weet, is iets anders. Maar... En in diezelfde samenleving krijgt men 24% lifetime prevalentie van depressie. En dan zeg ik, die twee gaan samen. Door zo gelukkig te willen zijn, creëert men miserie. Laten we iets minder gelukkig willen zijn. Laten we een beetje modereren. Een beetje weten dat dit aardse bestaan ook af en toe wat tegenslag inhoudt. Ja. Het is niet zo erg. Men moet niet naar de psychiater voor de minste kwaal. Men kan dat zelf dragen. Maar daarvoor is een samenleving ook nodig die coherent met elkaar spreekt. Die een beetje samenhang heeft. Die wat elkaar kan opvangen. Maar spreek jij mensen niet in je ziekenhuis? Want de mensen die je in het ziekenhuis krijgt, dat zijn mensen met stoornissen. Dat is een relatief begrip natuurlijk, stoornissen. Maar inderdaad, zij worden gelabeld met stoornissen. Ja. Maar heb je wel ook in je ziekenhuis wel eens dat je denkt... Kijk, iemand die psychotisch is, daar kunnen we heel kort over zijn. Die is psychotisch. Maar heb je... Ook dat is ingewikkeld. Maar goed, ja natuurlijk. Ja, maar heb je ook mensen waarvan je denkt, ja, maar wacht nou... Als deze samenleving iets anders in elkaar had gezeten, had je helemaal niet hier nu in mijn ziekenhuis. Zonder enige twijfel, ja? Natuurlijk. Ja. Zeker en vast. Want waar zit die samenleving dan in tekort? In alle kenmerken die ik beschrijf. Bijvoorbeeld in de relationele samenhang van de maatschappij. Ja? Bijvoorbeeld in het al te ongebreideld willen streven naar fantastisch zijn. Niet gewoon goed zijn, maar fantastisch zijn. Bijvoorbeeld in de kicksamenleving. Het zoeken van ongebreidelde kicks om zich een beetje goed te voelen. Bijvoorbeeld in een spirituele leegte. Een nietsheid. Geen doel in het leven. Nothing to live up to. Uh-huh. Dat zijn allemaal kenmerken van diezelfde samenleving. En dat mensen dus, kop ik er me dan in relaties bijvoorbeeld veel te hoge eisen stellen aan hoe die relatie moet zijn. Dat je elkaar na 10 jaar samenwonen in het Swahili de liefde moet kunnen betuigen. Het duurt geen 10 jaar. Het gemiddelde huwelijk in onze samenleving duurt 7,5 jaar in het stedelijk milieu. Vind jij dat zorgelijk? Ja, dit is een hele onnozele, want natuurlijk vind jij dat zorgelijk. Ik zeg altijd, ik vind het geen probleem wat grote mensen met elkaar doen. Het is een grote zorg naar kinderen toe. Dat is een grote zorg. De hechtingsproblemen van kinderen zijn rechtstreeks verbonden met het verbrokkelen van de samenleving en de gezinssituaties. En daar zit een probleem. Dus ik wil ook niet terug, want men wordt heel vlug dan in een soort conservatieve hoek geduwd, ja, waar ik helemaal niet thuis hoor. Hè? Maar dat laat onverlet. Ja. Ja, ga door. Ik wil niet terug naar een, ik zal maar zeggen, een kerkelijke samenleving waar het huwelijk heilig was of zo. Dus laat grote mensen maar scheiden als ze elkaar niet kunnen uitstaan. Maar laat ze voor hun kinderen zorgen. Dat lijkt mij wel heel belangrijk. Laat ook mannen voor hun kinderen zorgen. Dat is ook een groot probleem. 30% van de gescheiden Nederlandse mannen heeft geen contact meer met zijn kinderen. Lijkt mij een probleem. Ja. Maar vind je ook, zonder dat ik je dan tot conservatief bestempel, maar waarom zou ik, dat mensen is tot 10 of tot 100 moeten tellen voordat ze denken, ja, die relatie van ons stelt helemaal niks meer voor, want... Dat vind ik niet alleen met relaties, maar met alle problemen in de wereld. Denk een beetje na. Dat is die impulsiviteit. Men handelt voor men denkt. Dus ik pleit er erg voor om na te denken, om woorden te gebruiken, om boeken te lezen, om terughoudend te zijn, om voorzichtig te zijn, om te twijfelen. En niet impulsief onmiddellijk alles te willen. Want daar komt het op neer.
En dat is geen conservatief standpunt. Dat is het, nee, want jouw ouders bijvoorbeeld, jij was dat drukke mannetje, 5 boeken tegelijk, klas uitgestuurd vaak. Het is allemaal goed gekomen. Want jouw ouders wisten daar. Ik weet niet dat het goed gekomen is. Ik ben een psychiater natuurlijk. Ik ben geen succesvolle voetballer geworden. Nou ja, maar kom op zeg. Het is natuurlijk zo. Het is door een zekere tolerantie, door het... Maar ook niet... Ik ben tot de orde natuurlijk ook geroepen. Ik ben streng opgevoed eigenlijk. Maar denk jij dat die generatie, hè, van jouw ouders, mijn ouders, dat die generatie die wij geneigd zouden zijn tot conservatief te bestempelen, in sommige opzichten toleranter waren dan wij? In sommige opzichten wel, ja. Dat denk ik wel. Dat is de paradox. Hè. Dat is de paradox, hè?